gaan we hier vieren? We vieren hier dat we 10 jaar in Leidsche Rijn zitten. 10 jaar geleden zijn we hier vanuit de Douwe Egberts-fabriek, waar nu de Rode Doos op stond, zijn we hier naartoe gekomen. En voor de rest is het hier de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid. We zijn gekomen met 4 jeugdteams en we hebben er nu 45. Vandaag is het feest. Ja. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, zometeen komt Marco van Basten langs. Die komt bij de voetbalschool kijken. En Marco van Basten is ons bekendste naam eigenlijk uit de jeugdopleiding. Hij heeft tot en met de C-jeugd bij ons gevoetbald. En daarna heeft hij pas de stap naar betaalde voetbal gemaakt. Wij zitten bij F12. Dit is wel een hele echte oefening, hè? Want dat doen wij ook. Hoorde je wat Marco zei? Wat? Over de oefening, wat zei hij? Dat hij echt is, want dat hun die ook doen. En we hebben het dan over hun. Wie hebben we het dan over? Nederlands elftal. Juist. Oké. Okay. Ja. Juist. Daar hebben we het over. Ja. Even eromheen. Even ertussen. Even op de grond, kijk maar. Ja. Maak maar even een leuke foto. Marco, wat brengt jou hier vandaag? Ik ben begonnen in mijn jeugd bij UVV. Het was weliswaar op een andere plek dan deze. Maar nu bestaan ze 10 jaar op deze plek en hebben ze gevraagd of ik even langs wilde komen. Dus vandaar. En je hebt daar nog steeds wel een band mee? Ja, UVV is net als met je eerste liefde, hè? Dat onthoud je ook altijd. Dus ik ben eigenlijk begonnen bij UVV. En daar heb ik het begin van mijn loopbaan eigenlijk gehad. En dat blijft altijd wel een beetje een speciale plek houden natuurlijk. Zo, straks is er een voetbalschool, hè? Daar zijn ze nu mee bezig. Voor jullie was het vroeger misschien meer op straat. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, wij waren altijd aan het voetballen. En ik weet nog wel, dat zei Fred ook net, dat op zaterdagochtend begon dan het weekend en dan moest je zelf voetballen. En dan in de middag kon je misschien nog bij iemand anders voetballen, bij een ander team. En dan eigenlijk tot een uur of 6, 7 was je de hele dag bij UVV. En op zondag eigenlijk ook, want dan moest het eerste spelen en dan had je afgesproken met vriendjes. En dan ging je alsnog weer voetballen. Het eerste keken we eigenlijk niet, want we waren zelf aan het voetballen. Maar wie heeft jouw talent ontdekt? Je ziet al snel als iemand handig is of slim is of zo. Dus ontdekken is niet een kwestie van dat nou zo heel erg bijzonder is. Het is meer dat je geeft een talent de mogelijkheid om zich te rijpen en te ontwikkelen. En dat is bij UVV wel op een goede manier gegaan. Omdat we natuurlijk allemaal heel erg gek waren van het spelletje. En ik ben net ook al een paar oude vrienden tegengekomen die ook altijd op die zondag en zaterdag hier aan het voetballen waren. Dus ja, dat maakt jezelf beter. Oké, sta klaar! Kom maar! Je hebt zelf voeten! Kom maar, maak je actie, tuurlijk, heerlijk, ga maar door. Hou die bal kort aan je voet, ga maar door, oké, volgende, kom maar! Even is het van ons eerst zelf, houdt een hoop voor ballen tegen. Ik hoop vanmiddag ook natuurlijk. Dat is wel grappig, dat keeper met de meest technische oefeningen. Ja, dat is leuk, hè? Ja, maar hij is helemaal gek van voetbal ook, hè? Dus, Ik mis alleen de Messi. Hè, Messi, ja, Messi. Ja. Messi hebben we nog niet gezien, hè? Marco heb ik eigenlijk goed leren kennen toen hij dus een jaartje of 9 of 10 was, had ik hem onder mijn beheer, zeg maar. Maar iedereen kon toen al zien dat hij een geweldige voetballer was, want het was een supertalent. Maar hij kon slecht tegen zijn verlies. En dat is natuurlijk wel een goede eigenschap. Als je topsport wil bedrijven, dan moet je dus graag willen winnen en er alles voor doen. Toen moesten wij een wedstrijd met mijn team dan spelen uit tegen Zuidvogels. En toen stonden we met de rust met 2-0 achter. En hij was op mopperen en het liep helemaal niet. Ik zeg, maar hij kwam achter ballen halen. Ik zeg in de rust, jij blijft alleen voorstaan in de spits. En de rest van jullie werken hier allemaal ongans. En je zorgt dat hij de bal krijgt. We wonnen met 4-2. En dan heb je als leider natuurlijk het geluk aan je hand dat het zo mag lopen. En het vertrouwen van de jongens natuurlijk. En Marco blij. En de jongens natuurlijk ook. Hè? Ja, en gewonnen, dus geweldig. Hij zorgde er ook voor dat andere jongens ook beter gingen voetballen. Omdat hij dus de kastanjes uit het vuur haalde. Maar hij bracht de jongens ook tot een grotere hoogte.